Het is volgens mediacriticus Victor Vlam de langste talkshowvraag in de geschiedenis van de Nederlandse televisie. Het 1 minuut en 43 seconden durende verhaal dat Roelof Hemme vorige week afstak tegen Jorik Scholte, Leel Kleine, aan de talkshowtafel van Renzeklamer. Ik denk dat daar wel een stukje profileringsdrang achter zit. Hoezo dan? Roelof wil zich heel graag bewijzen als sidekick. Hij is natuurlijk in het verleden nieuwslezer geweest bij RTL Nieuws. Rick Nieman was in die tijd de andere mannelijke presentator en Rick kreeg eigenlijk altijd alle grote uitzendingen. Die kreeg altijd alle kansen bij RTL, vertelt Victor in de podcast De Communicado's. Hij vervolgt, ik kan me best voorstellen dat dat Rolof ergens dwars zit die voelt zich niet volledig erkend door RTL. En nu is hij eindelijk sidekick bij een talkshow, nou gaat hij zijn moment pakken. Dat is min of meer wat hij daar volgens mij dacht. Ik denk dat dat er voor hem achter zit. Dit is gewoon een stukje profileringsdrang. Co-host Lars Duursma, een communicatiedeskundige, denkt dat Roelof dit mogelijk nog gewend was van zijn rubriek in de talkshow van Eva Jinek. Daar mocht hij altijd van die lange monologen en uitlegblokjes schrijven. Hij dacht van: ik mag altijd twee minuten aan het woord zijn en nu ga ik het pakken ook. Waarom zat Roelof überhaupt als sidekick bij Renze? Hij is niet echt een personality, dus in dat opzicht is het niet per se logisch dat hij daar in een talkshow sidekick is. De interactie met Eva was echt ook zeker niet soepel. Hij kan gewoon goed nieuws lezen, maar de interactie die zo belangrijk is aan een talkshowtafel, dat doet hij niet goed. De echte reden is medelijden, al dus Victor. De reden dat hij daar als sidekick is gevraagd bij Renze, is eigenlijk gewoon omdat hij het grootste slachtoffer is van de overstap van Eva Jinek. Iedereen heeft onderdak gekregen. De redactie van Eva Jinek die gaat gewoon aan de slag voor Bo, Humberto en Renze. Sommigen zullen meegaan met Eva. Die mensen komen allemaal wel weer aan werk. Maar Rolof Hemmen is de enige die uiteindelijk nog geen onderdak had gevonden. En ik denk gewoon dat ze bij Renze dachten van, ja, wat zielig voor die Rolof. Nou, laten we hem een keer vragen als sidekick. Rolof was een beetje een moedje, denkt Victor. Ze dachten, hij is misschien niet de beste, maar hoeveel schade kan die nou aanrichten? Hoeveel dingen kan die nou hier verknallen? Nou, van die koude kermis zijn ze thuisgekomen. Met die bizar lange vraag aan Lil Kleine heeft Rolof zijn eigen ruiten ingegooid, besluit hij. Het lijkt mij dat dit het einde is van Rolof Hemmen als sidekick. Het was zowel het begin als het einde van Rolof als sidekick.